Een plastic brei ter grootte van 2 maal de Verenigde Staten drijft rond in de Stille Oceaan, bijeengehouden door zeestromingen. Volgens onderzoekers wordt het alleen maar erger en hebben we ook al te maken met plastic soep. There is a plague of plastic in our oceans and it has doubled in the last decade. We hebben het over een plastic soep met de afmeting van 2 keer de Verenigde Staten. Het begint 300 mijl uit de kust van Californië en stopt 100 mijl voor de kust van Japan. 1 en al plastic. Het zijn miljoenen plastic deeltjes per vierkant kilometer. Er drijft heel veel troep in oceanen en veel ervan is plastic. Dat begint zo of zo, maar uiteindelijk breekt het vaak in kleine stukjes en krijg je dus plastic soep. En dat ziet er zo uit. Jesse Goossens schreef er een boek over. Het is heel belangrijk dat de wereld begint te beseffen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat geldt dus ook voor ons. The North Sea is full of plastics, both on the surface and on the bottom. Zegt kapitein Charles Moore, die de plastic soep voor het eerst beschreef in 1997. Een nieuwe beweging, Global Act, wil zo snel mogelijk een oplossing voor de plastic troep in het water. Er zijn gewoon al een heleboel bedrijven die plastic en andere afvalsoorten verwerken tot nieuwe producten. Alleen om het op deze grote schaal te doen, moet je ook met multinationals werken. En die zijn heel moeilijk bij elkaar te brengen. Maar met ACT doen we dat. Met ACT versnellen we dat proces. We must stop plastics getting into the ocean. We must simplify our use of plastic products so that we don't have so much to dispose of.